Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Ik ben onderweg in het centrum van Hasselt aan het wandelen, want ik heb zo dadelijk een meeting bij een nieuwe horecazaak hier in Hasselt. We gaan daar een website voor bouwen met webshop waar ook de gerechten kunt bestellen op de webshop. Je kunt reserveren in de nieuwe zaak, dus het is wel een nieuw tof project. En het is super leuk dat ik hier 's morgens gewoon kan wandelen naar mijn werk, naar een eerste meeting. Dat is echt tof. Het is een beetje frisse lucht om mee wakker te worden. Dus I like it. Het mag vaker gebeuren. Aloha! Welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag... ik ga echt proberen alles te managen. Zodat ik alles kan vasthouden. Het is vandaag dinsdag. Ja, dinsdag. En ik ben bij mijn ouders met Oscar. Hey Oscar! Oski, kom! Kom Oscar, je mag terug naar hier. Kom! Oski! Wilt je een snoepje? Ik ga die nooit weggezet krijgen. Maar hier is hem al. Ik was hier aan het editen. En nu ga ik vertrekken naar Jolien en Jano. Want zoals jullie gisteren hebben gezien, ga ik vandaag helpen bij hun om alles in te richten. Aski, kom! Kom! Goed zo! Kom hier! Smakelijk! Smakelijk, vriend! Dag Oscar! Ik ga nu vertrekken. Het is ongeveer, denk, 3 kwartier rijden. En dan zie ik jullie daar. Meeting is keigoed verlopen. Dat wil zeggen dat er weer een nieuw mooi project voor de deur staat waar we aan kunnen gaan werken. Het wordt een heel mooie website. Het wordt ook een hele mooie zaak wat ik nu zag. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat, maar het gaat wel pas voor half december waarschijnlijk zijn dat hij gaat opengaan. Het is een nieuwe zaak in het midden van Hasselt. Ik laat jullie wel iets meer weten als ons project af is en als de zaak op zich af is. Nu hebben we afgesproken dat Nick en ik gaan verder werken in ons kantoor in Beringen. En dan ga ik maar niet te voet doen, denk ik. Dat is net iets te ver van mij. Dus back in the car. Ik ga eerst tanken en dan vertrek ik naar kantoor. Oké, ik ben aangekomen bij het tankstation. Ik ben nu een jaartje met deze wagen aan het rondrijden met de BMW M235. Ik ben er super, super, super content van. Het is een super mooie wagen. Hij rijdt zo fijn. Er is een snelle wagen. Het is, alles wat ik wil zit in deze wagen. Ik vind hem echt top. Ik ben een grote BMW-liefhebber. Maar mijn auto heeft een probleem. Hij heeft een groot probleem. Ze heeft het heel lang proberen te ontkennen. Ik heb mijn best gedaan om er iets aan te doen, maar ja, ik kan er niks aan doen. Maar het probleem is, ik denk dat mijn auto een alcoholieker is. Ze zuipt alle dagen door, stopt niet met drinken en ongelooflijk altijd dorst. Dus niet te geloven, ik ben het beu, ik ben het kotsbeu. Nee, dat is niet waar, ik ben het niet beu. Maar het is nu helemaal zo, het is een sportwagen die verbruikt superveel. Gemiddeld is het rond de 12 à 13 liter per 100 kilometer, wat niet weinig is. Maar voor stadsgebruik en autostradegebruik door elkaar valt het nog wel mee. Hangt natuurlijk ook een beetje af van je rechtervoet, hoeveel dat die gebruikt. Dus ja. Maar ik leer er wel mee leven. Ik reed ervoor met een normale 3-reeks, BMW 3-reeks diesel rond, wat natuurlijk een heel verschil is qua verbruik. Dus zit je rond de 7-8 liter. Deze zit rond de 12 liter, dus ja, je merkt dat wel. En zeker, ik tank altijd Super 98 brandstof, wat ook nog wat beter is voor mijn motor, maar wel minder goed is voor mijn portefeuille. Maar ja, het hoort er allemaal een beetje bij. Als je een sportieve wagen wilt, dan gaat je iets meer moeten betalen aan het tankstation. En dat is precies wat ik nu ga doen, want ik moet me gaan volgen. Ja.
zo, hè. Dat is weer blij. Goed zo. Oké, ik ben aangekomen in GOT. Yay! En daar is Jeno, die is Slindertje aan het ophangen. Ja. Yo! En dat zijn alle spullen. Ja, dat is wel veel, hè. Wat dan hier laten liggen. Amai, ik heb dus nog een paar extra speeltjes ook opgenomen een keer bij gehad. Zoals deze schat, die egeltjes. Ja, die zijn super cute. En dit hier ook nog. Ja. Dit is ook wel echt mooi. Ja. Of hartjes van ons 1 jaar bestaan. Ja. Maar ja, die gaat nu nog even toch. Ja, nog even laten hangen. Ja, dat mag wel een week hangen. Hè? Ja. Ja, tenminste. Oké, okay, nu gaan we kijken of we nog iets moeten halen. Ja. En waar we alles gaan zetten. Ja. Hey, hoe noemt die? Janneke, dat is madameke. Dat is madameke, dat is Janneke. Dat is Janneke. Maar Janneke, nee wacht, madameke laat zich aan. Hey! Kijk dat mooi. Merk ik u, uw tante? Hey! Is... Hallo! Wie is dat? Kan die dat? Nee, kan die dat? Tada! Tada! Nee. Oh. Oei, oei. Geen tada? Nee. Oké, we zijn na... ik heb ook nog niet gezegd, we waren bij Jolien, haar mama, thuis geweest. En baby Rowan was daar. Dat heb je dan nog wel gevlogd, ja. Ja, die heb ik wel gevlogd, maar voor degenen die niet weten wie dat is. Dat was het kindje van jouw stiefzus. Van mijn stiefzus, ja. Super schattige. Die is echt zo cute. Echt een super schattige. En daarna zijn we naar de Action geweest, naar de Leenbakker, naar de Blokker, naar de... Oh, ik weet het zelfs al niet meer, maar we hebben alleszins heel veel gedaan. En we hebben echt heel veel gedaan, omdat we zo'n laddertje zoeken. Zo'n laddertje als ik thuis in de living heb staan. Maar... Zonder succes. Geen laddertje te vinden. Dus ik denk dat we... bol.com of zo moeten kijken. Ja, online vond ik het wel, maar ik wil het echt graag hebben aan bol.com, want het om 10 dagen levertijd. Ja, dat is wel lang. Maar ja, hier in een winkel was er eentje, maar die kostte €150. Ja, zoiets was. Ik weet het niet. Het was ook eigenlijk niet helemaal zoals ik het eigenlijk wou. Nee, het was niet zo'n echt recht, zo'n echt laddertje. Het was echt zo met echt zo'n soort plateautjes. Met zo'n schapjes. Ja, schapjes. Dus dat was eigenlijk wel minder, ja. Ja, spijtig. Dus hebben jullie gezien dat Alyssa is aan het helpen bij Jolien en Jeno vandaag met de opruiming van, of ja, niet de opruiming, de inkleding van hun GLT restaurant. Dus ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Ik kon niet wachten, dus ik heb gewoon de auto genomen en ik ben naar daar gereden. Ik ben nu aangekomen in Lille, waar GLT moet ik beter zeggen, ligt. En ik ga nu naar hun zaken toe. Ik ben benieuwd naar het resultaat gaat zijn en dan denk ik dat we samen nog gezellig iets gaan eten. Dus ik zie jullie dadelijk. Ondertussen zijn we aan het koken. En Sammy is er ook. Hey. Hey schatje. En Jolien is eten aan het maken. Ja. Maar wij gaan wel verder snijden. Dan kun jij de rest doen. Ik moet eigenlijk niet veel rest doen. Het is rastapasta. Ah. Dus we gaan rastapasta maken. Ja. Een super simpel gerechtje. De mensen die jullie volgen, die weten wel wat het is. En als jullie dat niet weten, ga hen dan zeker volgen. Dan zien jullie wel wat rastapasta is. Ik ben super benieuwd. We zien altijd dat jij dat maakt. Dus. Ja. Nu gaan wij daar ook eens eten, hè? Signature. Ja, naast de tacos. Dus rastapasta. Dat hadden we eigenlijk de vorige keer. En de pannenkoeken. Ja, de pannenkoeken. Misschien moet ik er straks voor Thijs dan langs wel maken. Oh, zullen we zien. Dat zal ook, tuurlijk. En het is trouwens super gezellig geworden daar in de zaak. Maar ook als jullie dat willen zien, het voor- en het na-resultaat, ga naar Jolien en Jeno. Hieronder in de beschrijving staat hun informatie. En daar kunnen jullie het helemaal zien. Het is echt mooi geworden. Het is echt super gezellig. Ja. En Jolien heeft lekker rastapasta gemaakt. Smakelijk. Yummy! Dus, Smakelijk! Je ziet er super gezellig. Je hebt echt goed gedaan, dankjewel. Ja, zeg, we hebben dat samen gedaan. Je hebt dat gedaan. We gaan de slimste mens spelen nu. En terwijl is Jolien in de keuken pannenkoeken aan het maken. Ik ga winnen. Jij gaat winnen? Ik weet niet. Ben jij de slimste mens geweest? Denk het niet. Je weet.
lig in een bed. As you can see, het is 7 na 12 om precies te zijn. En ik ben heel moe. Maar er moet nog gewerkt worden vandaag. Dus monteren. We zijn allebei nog aan het monteren. Want omdat we de laatste dagen zoveel te doen hadden, zoveel weg waren en zo, hebben we bijna niks meer kunnen monteren. Wat betekent dat ik serieus achterloop met monteren. Ik heb wel genoeg gefilmd, maar ik moet het nog allemaal monteren. Dus ik heb nu de vlog geëdit voor morgen. Dus redelijk close, hè? Beetje kort op de bal. Nee, hoe zeggen ze dat? Jawel, kort op de bal. Kort op de bal gespeeld, hè. Maar ja. YOLO, hè. Niks mee te maken. Maar wij gaan slapen. Als het klaar is. En dan zien we jullie...